In deze video maken we voor de kerst een overheerlijke kerstkalkoen. Hoi, ik ben Thomas van Barbecue Experience Center en in deze video ga ik een heerlijke kerstkalkoen maken. Voordat we die gaan maken, ga ik die eerst even in de pekel leggen, een natte pekel. Maar dat heb ik uiteraard gisteren al gedaan, dus ik ga nu even laten zien hoe dat in zijn werk gaat. We gaan de pekel maken voor de kalkoen en dat is eigenlijk heel simpel. We nemen 10 liter water, waarvan ik er 5 aan de kook ga brengen. Mocht je nou iets hebben van, daar heb ik eigenlijk allemaal geen zin in, kan je natuurlijk ook heel prima de All Brine gebruiken. Dat is een kant-en-klare pekel, er zit ook al mooie kruiden in. Gewoon grof zeezout. Hoeft allemaal niet zo spannend te zijn, maar ook fijn zout in het water. Dan gaat er lekker wat tijm in, mooie verse tijm. Je kan uiteraard, mocht je geen verse tijm in huis hebben, kun je natuurlijk ook prima gedroogde tijm gebruiken. Lekker wat blaadjes laurier, voor een beetje een droppig aroma. En dan, om het nog extra kerstig te maken, de schil van een sinaasappel. Ik doe het nu met een fijne rasp. Mocht je geen fijne rasp in huis hebben, maar wel bijvoorbeeld een dun schillertje, kun je dat ook helemaal prima met de dun schiller doen. Dit is de helft van het vocht met het zout en de smaakmakers. Dat breng ik aan de kook, zodat die smaken goed in kunnen trekken en het zout op kunnen lossen. In principe verwarmen tot het zout opgelost is, dan is het goed. Nou, de pekel, het zout is opgelost. Dus ik giet hem in een grote, diepe bak. Dan giet ik daar zo meteen nog 5 liter koud water op, zodat de pekel snel terugkoelt. En op het moment dat die volledig koud is en alle smaken lekker zijn ingetrokken, dan gaat mijn kalkoen erin. Die gaat al een nachtje in de koelkast en dan kunnen we morgen lekker gaan garen. En die pekel die zorgt ervoor dat die lekker sappig blijft, dat die volledig en egaal op smaak is. Ik ga morgen ook nog rubben, maar in die rub zit niet super veel zout en dan gaan we morgen weer verder. De kalkoen is gepekeld. Ik heb hem uit de pekel gehaald, volledig droog gedept en goed uit laten lekken, zodat ook het vocht van de binnenkant eruit is. En dan ga ik nu beginnen met het maken van de vulling. Ik gebruik daarvoor varkensgehakt, een relatief grove maling. Varkensgehakt gebruik ik, dat is net even wat vetter. En dan heeft hij wat meer vettigheid aan de binnenkant, waardoor hij ook wat minder snel uitdroogt. Daar gaat een beetje bleekselderij doorheen. Ik begin met 1 stengeltje. Lekker fijn snijden. Ik heb 1,5 stengeltje bleekselder gedaan, dat is meer dan voldoende. Mocht je een grotere kalkoen hebben, dan heb je uiteraard ook wat meer gehakt nodig. Ik heb nu 300 gram en heb je echt een kalkoen van 8 tot 10 kilo. Ja, dan gaat er zeker wel een half kilo tot 800 gram doorheen. Mocht het uiteraard te snel gaan, check dan even de link in de beschrijving. Daar staat het volledig uitgeschreven recept. Doe lekker thuis aan de slag. Ik heb hier best een flinke ui, dus een halfje is eigenlijk op deze hoeveelheid wel voldoende. Kalkoentje, mocht je er thuis mee aan de slag willen gaan, dan zou ik die op tijd bestellen bij de poelier of bij de keurslager om de hoek. Wel even op tijd bestellen, want vaak hebben ze het niet standaard op voorraad. En als ze het op voorraad hebben, is het over het algemeen vrij beperkte hoeveelheid. Dus ga zeker even gewoon lokaal kijken wat de mogelijkheden zijn. En mocht je een kalkoen nou te veel vinden, kan je dit recept natuurlijk ook gewoon verkleinen en met een mooie hele kip doen. Een beetje knoflook gaat er doorheen. En dan wat zoetigheid met de abrikoosjes. Gaat heel mooi samen met de vulling sowieso. En natuurlijk de kalkoen zelf. En dan voor de kruidigheid nog een beetje tijm en rozemarijn. Knoflookje, fijn choppen. Zo, een paar abrikoosjes. Niet te veel, moet ook niet overheersen. Maar net even zo wat zoetigheid door de vulling heen. Erg lekker. Mocht je nou niet van abrikoosjes houden, of er niet aan kunnen komen. Meestal hebben ze het wel gewoon bij de supermarkt, maar kun je het ook gewoon prima weglaten. Of vervangen voor pruimen, of gedroogde vijgen, of noem het maar op wat voor zuidvruchten je maar wil. Een paar takjes tijm en rozemarijn. Dit is wel voldoende rozemarijn. Rozemarijn is natuurlijk altijd vrij intens. Dus zo, even het mes door. En dan een beetje rup. Guns and Roses. Beetje curryachtig. Wel erg lekker. En dan kneden maar. In de rup zit niet superveel zout. Er zit een klein beetje Zeeuws zout erdoor. De groenten zijn mooi doorheen gemengd. Hij is lekker op smaak gebracht met de rup en een klein beetje zout. En dan is het tijd om de kalkoen te vullen.
Dan gaan we wat boter aanbrengen onder het velletje. Dus ik ga met mijn hand voorzichtig onder het vel om een klein beetje los te maken. En dan kun je er eigenlijk gewoon over eigenlijk bijna heel de filet wat boter smeren. Andere kant ook. Een beetje verder. Deze techniek kun je eigenlijk toepassen op ieder soort gevogelte wat je in zijn geheel gaat braden. Of roosteren of aan het spit. Ik heb deze nu gepekeld, dus ik gebruik ook ongezouten boter. Mocht je hem nou niet gepekeld hebben, dan zou ik een lekker kruidenbotertje maken. Dat kun je bijvoorbeeld doen door je rub er doorheen te werken. Of iets dergelijks. Of gewoon een lekker kruidenbotertje te maken. Wat je zelf wil. En die boter die smelt straks mooi en die houdt de huid of de borstfilets lekker sappig. Zo, dat is toch altijd het ding wat als eerste uitdroogt. Voilà, boter zit eronder. Dan gaan we hem rubben. Ik gebruik hier nu ook weer de ganse rozes voor die ik ook in de vulling gebruikt heb. En zoals je ziet, er zit ook wat curry doorheen, dus hij krijgt een mooi kleurtje. En dit bakt straks ook mooi bruin op het moment dat hij gaat garen in de barbecue. De kalkoen lekker royaal ingerubt overal. Ik olie hem eigenlijk nooit in. Dat doe ik eigenlijk nooit. Met geen één product. Dus nu eventjes een minuutje of 10 in laten trekken en dan gaat hij zo meteen op de barbecue. De barbecue gebruiken we vandaag de Bastard VX. Dus ik heb de volledige indirecte opstelling gedaan. Dus ik ga zo meteen nog een druippannetje plaatsen. Er gaat wat rookhout in. Twee halve hitteschilden, twee halve RVS roosters op de hoogste stand. En een temperatuur van 110 graden, dus hij mag nog een klein beetje warmer. Iets verder open aan de boven- en onderkant. En als hij op temperatuur is, dan gaat de kalkoen erin. En gaan we hem eerst lekker roken tot een kern van 68. Dan haal ik hem eraf, gaat de temperatuur van de barbecue omhoog. En dan gaan we hem daarna nog even lekker aankosten op 250 graden. Ik gebruik kersenhout, is niet super hevig van smaak. Geeft een mooi zuur aromaatje. En gaat gewoon heel goed bij gevogelte. Dus vandaag de keuze voor kersenhout. Ja, we gaan vrij lang roken, maar het moet ook niet te overheersend worden. En het zijn best grote blokken, dus één chunk is meer dan voldoende. De barbecue is temperatuur gekomen, dus ik ga er even een blokje hout op gooien. Hop. Ik kan hier vast een beetje rook genereren. Tussen de gloeiende kooltjes. Klep weer snel dicht. Dan gaat de meter erin. Op het dikste gedeelte. De meter die meet de kerntemperatuur van de kalkoen. Ik heb hem ingesteld op mijn telefoon op 68 graden. Vervolgens krijg ik een melding op het moment dat hij de kern heeft bereikt. Haal ik hem eraf, schroef ik de temperatuur op. En dan breng ik hem naar 250 graden en gaan we nog even het velletje lekker krokant roosteren. Goed, gaat er nog een klein beetje rasp op. Je kan het eventueel ook door je vulling heen doen. En dan snij ik hem even door de helft. En dan gaat er een halfje aan de binnenkant. En dan gaat hij op de barbecue. Even een druippannetje erin. Uit de kalkoen komen best wel een hoop vet en drippings. En als dat op je hitteschild valt, en dan trekt al dat vet erin. En dat druipbakje, dat zorgt ervoor dat het gros in ieder geval wordt opgevangen. Ik had buiten beeld nog eventjes de pootjes bij elkaar gebonden. En dan blijft de vulling net wat beter zitten. Kan ik ook die halve sinaasappel er mooi tussen klemmen. En dan is het nu tijd om te wachten tot hij gaar is. En als het goed is gaat mijn meter dat... Ah, hij is dat nu aan het schatten. De omgevingstemperatuur is hier aan het berekenen. Algoritmetje overheen. En dan krijg je als het goed is de bereidingstijd te zien. Ik verwacht een uurtje of drie dat hij wel nodig heeft. Terwijl de aardappeltjes staan te koken voor de sides ga ik eerst even een lekkere gravy maken. Dus ik heb kippenvleugels, wortel, selderij, uitje, wat laurier, wat rozemarijn en wat olie in een roasting tray gedaan. Die gaat even op de barbecue 250 graden voor 15-20 minuten tot alles lekker gebruneerd is. Dan gaat er een klein beetje bloem op, een klein beetje water en dan gaan we straks een heerlijke jus maken. De kippenvleugels zijn mooi aangeroosterd, krijgen lekker wat kleur. Die kleur gaan ze straks ook afgeven aan de jus. Dus ik ga nu een paar eetlepeltjes bloem toevoegen. Gewoon plain tarwebloem. Niks spannends. Dat bakken we heel even kort mee, zodat die bloem gaar is. En dan gaat er zo meteen wat vocht op.
En dat wordt straks onze gravy. Even met een tangetje even doorhusselen. Nu ga ik heel eventjes een paar minuutjes dit laten bakken. Dan blus ik het zo meteen af met water. En dan laten we dat ongeveer een minuutje of 10, 15 rustig pruttelen. En dan ga ik ondertussen de regenboogworteltjes en de pastinaak fijn snijden. Die gaan in een skilletje en die gaan dan ook erbij op de barbecue. Dan gaat er wat olijfolie op. En als smaakmaker een beetje gamebird. Heerlijk kruidig rupje met anijszaadjes, rozemarijn, tijm. Echt een beetje die winterse smaken. En dat gaat super lekker bij wortelachtigen. Even doormengen. Dan een klein beetje honing. Ongeveer, wat zal het zijn? Anderhalve eetlepel denk ik op deze hoeveelheid. En ook hiervoor staat weer het recept volledig uitgeschreven op onze website. Deze gaat in de bastard. Een minuutje of 20. En dan gaan we ondertussen de gravy bevochtigen. De braadslee met de kippenvleugeltjes bevochtigd met een klein beetje water. Brengen we dat weer aan de kook in de bastard. Een minuutje of 20. Dan zijn ze tegelijk met de... Hoe heet die dingen? Wortels. Met de wortels zijn ze gaar. De saus heeft 20 minuutjes gehad. Dus ik ga hem uitzeven. En dan op smaak brengen met een klein beetje zout. En dan zijn we er. Het vlees kan je uiteraard gewoon bewaren. Het zijn gewoon kippenvleugeltjes. Lekker plukken. Een beetje pulled pork of pulled chicken van maken. Super lekker. Klein beetje zout. De saus die is klaar. Die hoeven we niks meer aan te doen. Uiteraard kun je die saus gewoon makkelijk een aantal dagen van tevoren maken. Koud zetten in de koelkast of desnoods een aantal weken van tevoren maken. Dan eventjes in een bakje invriezen. Gebeurt er niks mee. Dan heb je altijd gewoon een lekkere jus op voorraad in je vriezer liggen. Dat is ideaal. Dus dit hoef je zeker niet de dag van tevoren doen. Scheelt weer een hoop gedoe en een hoop stress. Ik heb de worteltjes inmiddels eruit gehaald. Die zijn gaar. Ik heb wat voorgekookte aardappels lekker in de schil. En die ga ik even op de plancha bakken. Dus ik heb mijn plancha al voorverwarmd. Een minuutje of 10, 15. Dus die is goed heet. Dan gaan we even kort de aardappeltjes daarop roosteren. Dat zijn mooie grote bintjes. En die gaan we eventjes lekker pletten op de plancha. Lekker aankorsten. En lekker aankorsten. Beetje mother of all rubs. De worteltjes zijn klaar, de saus is klaar. Dus ik ga nu de kalkoen eventjes een aantal minuten afroosteren. Zodat die lekker krokant wordt. En weer terug goed warm. En daarna gaan we hem aansnijden en gaan we lekker bordje opmaken. Nou, onze kalkoen is klaar. Hij heeft ongeveer 20 minuutjes tot een half uur kunnen rusten. Zodat hij niet volledig leeg loopt op het moment dat je hem aansnijdt. Ik heb hem daarna nog een klein beetje ingekwast met onze jus. En gepresenteerd op een mooie zilveren schaal. Groentetjes erlangs, een paar partjes sinaasappel voor de frisheid. En natuurlijk een klein beetje groen om het mooi aan te kleden. Tijd om hem aan te snijden. Niet verkeerd hoor. Is het niet droog? Nee. Volgens mij. Ja. Hij is lekker rokerig. Maar niet te. Hij is goed op smaak door de pekel. Maar ook weer niet te. Lekker met die jus erbij. Ja. Dat is hem. Ja. Super lekker. En met de feestdagen moet het vooral niet moeilijk zijn. Goed een spulletje voorbereiden. Zodat je lekker bij je gasten kan zitten. En echt de kerst kan vieren. En ja, daar is zo'n gerechtje als deze kalkoen ideaal voor. Je kan hem makkelijk voorbereiden. Een dagje van tevoren in de pekel. En op het gemakje lekker garen. Je hebt er weinig omkijken naar. En zeker met een Kamado blijft de temperatuur zo lekker stabiel. Ja, dan kun je eigenlijk weinig dingen fout doen. Lekker thuis mee aan de slag. Vond je dit nou een leuke video? Geef ons dan een duimpje omhoog. En vergeet je vooral niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Zet dan ook het belletje aan. Dan krijg je automatisch een melding wanneer er weer een nieuwe video voor je klaar staat. En ga er lekker mee aan de slag. Check dan de link in de beschrijving voor het compleet uitgeschreven recept. En wil je meer video's zien? Klik dan hier. Está bien. Ciao.